Stoere jongens en meiden lieten afgelopen zaterdag hun kunsten zien in de BMX-arena op het 18 septemberplein. Verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën moesten ze het parcours zo snel mogelijk afleggen. En wie dat het snelste deed, maakte kans op een nieuwe BMX-fiets. En vaak gaat dat gewoon goed. Ja, ik vond het wel goed gaan. Het was mijn eerste keer dus. Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk en zo dus. Eerste keer op een BMX? Ja, ik was ook heel zenuwachtig. Dus. Wat vond je het moeilijkste aan het parcours? Die bochten eigenlijk. Ja. Dus steeds die bochten nemen en zo. Dat was wel scherpe bochten, dus ja, dat is wel moeilijk. Heel moeilijk, want het is helemaal niet breed. Het is maar een klein gangetje eigenlijk waar je erin rijdt. Maar bij anderen ging het net iets minder. Ik ben net daar gevallen, maar ik ben weer opgestaan en ik ging gelijk weer terug. En dan had ik 35.35 neergezet. Maar het is niet echt mijn snelste tijd, want ik kan nog wel sneller. Want bij mij in het bos hebben we ook een eigen crossbaan gemaakt. En daar crossen wij heel vaak. Maar Desmond was niet de snelste. Ramon van 11 jaar zette een tijd neer van 21 seconden en 81 honderdste. En hierdoor was hij niet alleen in Eindhoven de snelste in de categorie 11 tot 13 jaar. Hij verbrak ook nog eens het Nederlands record. Ja, we gingen toevallig gewoon een dag naar Eindhoven en toen zagen we dit. Je moet het gewoon een keer doen. Dan doen we dit maar even. Toen dacht je van, ik ga even meedoen, ik ga die fiets winnen hier. Nee, niet meteen van de fiets winnen, man. Wij fietsen elke week wel een beetje op een crossbaantje, man. Dat is eigenlijk helemaal niet groot. Dat is veel leuker. Na de laatste race op 29 mei worden de tijden van alle dagwinnaars binnen elke leeftijdscategorie naast elkaar gelegd. En dan weten we of Ramon ook echt de snelste BMX'er van Nederland is.